Ja, goeiedag mensen. We staan hier bij het Catharina ziekenhuis in coronatijd. Kijk eens even goed. Daar gebeurt het allemaal. En er zijn ongelooflijk veel vrijwilligers op de been, waaronder Ilja. En Ilja gaan we vandaag een positieve boodschappentas geven. En een bosje bloemen. Nou, kijken waar ze is. Goedemiddag. Dat is ze. Hallo. Wij zijn heel erg hard op zoek naar iemand die Ilja heet. Oh, dat ben ik. En, want die willen we namelijk heel graag een grote bos bloemen geven. Correct. Nou ja. En een grote, positieve boodschappentas. Nou, en dat is voor mij. Allemaal voor jou. En omdat... Oh, ik word er wel verlegen van. Waarvoor is dit? Nou, wij hebben gehoord dat jij je hebt aangemeld als vrijwilliger hier in het ziekenhuis. Ja, dat klopt. En waarom heb je dat gedaan? Omdat ik mijn eigen werk op het moment niet kan uitvoeren. Wat is je werk? Een kapster. Je bent kapster? Ja. Dus je staat nu hier in de centrale hal? Ja, ik sta nu in de centrale hal, inderdaad. En wat is je taak? Mensen begeleiden, naar afdelingen brengen, mensen in een rolstoel, spullen naar etages brengen. Eigenlijk van allerlei dingen. Nou, zomaar vrijwilliger worden, maar dan in het ziekenhuis, in deze tijd van corona. Dat is natuurlijk nogal een plek. Dat is zeker een plek, en vooral met wat er nu speelt, inderdaad. Maar daar blijf ik niet voor weg. Nee. Ik wil gewoon graag de mensen helpen en iets goeds doen voor in het ziekenhuis eigenlijk. Dus zodoende dat ik hier sta. Ja. En dat ik inderdaad ook op de andere afdelingen werk. Op welke afdelingen dan? Ik heb op de cohortafdeling, dus de corona-afdeling, heb ik gestaan al. En op de EHBO, de SEA. En daar, daar maak je natuurlijk wel van alles mee. Ja. Maar dat is wel heel... Het geeft gewoon een heel voldaan gevoel als je de mensen helpt. En vooral de bezoekers, maar ook de patiënten. Om wat alles maar eten, een kopje koffie of een kopje thee te geven. Ja. Een praatje zijn ze al blij mee. Ik wou heel graag mensen helpen. Ja. En iets goeds doen en me nuttig voelen eigenlijk nou in deze tijd. Dan alleen maar thuis op de bank Netflix zitten kijken. Ja. En dus ik vond dit een perfecte plek om dat nou te doen. Want ik denk dat de verplegers het hard te halen hebben op het moment. Ja. Ja. Nou, hartelijk dank. Geniet van je bloemen. Ja, nou, dankjewel. En van je boodschappen. Het is allemaal lokaal. Ja, dat is heel perfect, hè. Dat doe ik zelf ook. Dus ja, en dan hopen dat we snel weer mogen werken. En dankjewel nogmaals. Een hele fijne dag. Ja, dankjewel. Hè. Doei, Ilja. Doei. Nou... Ilja staat als ondernemer in deze rare, spannende tijden natuurlijk symbool voor al die andere vrijwilligers in de zorg, maar ook op andere plekken. Nou, ken jij nou iemand die ook, net als Ilja, hulpvaardig is geweest in deze tijd? Stuur ons een mailtje, aandachtvoorelkaar@eindhoven.nl. En wie weet komen wij diegene nog verrassen met een positieve boodschappentas.